Hoi, mijn naam is Gerrit Schuurman. Ik sta hier namens downtown.nl. We zijn even langs gegaan bij de heren van GNU, zodat wij de nieuwste boards kunnen filmen en jou daar meer over kunnen vertellen. Zo heb ik hier bijvoorbeeld de GNU Beat Pro. Beat Pro is eigenlijk een board, wel echt voor een gevorderde boardster. Het is een redelijk stijf board, waardoor die lekker geschikt is voor piste carves, off-piste en de grotere schansen. Zoals ik al zei, wel echt een wat gevorderd board dus. Het is een C3 camber, maakt hem dus ook wat agressiever. Dat wil zeggen dat het een camber dominant board is. Zoals je zult zien, hij heeft gewoon weer voorspanning. Hij heeft wel een kleine rocker tussen de bindingen. En dat zorgt er eigenlijk voor dat als jij hem op de kanten zet om een carve in te zetten, en je gaat de kracht opzetten, dat die rocker als eerste sneeuw weer raakt. Waardoor je eigenlijk 3 contactpunten hebt. En misschien zelfs wel meer grip hebt dan met een traditionele camber. Het is een sintered base. Een sintered base wil eigenlijk zeggen dat hij super lekker snel en sterk is. Absorbeert ook echt heel veel wax, maakt hem ook zo sterk en snel. Niet ergens een keer een steentje raakt of een takje. Je zal het er amper aan zien. Wat wel tof is, dat GNU altijd doet met de boards, is het geeft de boards een bobbel in de staalkant. En die bobbel, dat noemen ze Magna Traction, zorgt er gewoon voor dat jij meer grip houdt op ijs en hard samengestampt sneeuw. Ontzettend fijn, zeker voor die carves op de piste. Als jij een keer een wat gladder, ijziger stuk hebt, maakt dat met dit board niet uit. Je zult gewoon grip houden en lekker vrolijk door kunnen worden. Waarbij je met sommige andere boards allicht wel onderuit was gegaan. Verder heeft dit board tip- en tilprotectie. Dat voegt heel veel toe aan de houdbaarheid van het board eigenlijk. Wat dat wil zeggen is, de staalkant stopt hier en hier. Met dat daar de staalkant stopt, stopt daar ook de kern van het board. Dus de nose en de til, het buitenste stuk, zijn eigenlijk alleen maar kunststof. En dit heeft als meerwaarde dat als je ergens tegenaan botst, dat niet die staalkant meteen openspringt en dat het hout zich volzuigt met vocht. Maar je kan hier gewoon met de vuil overheen gaan, weer even netjes maken en vrolijk doorborden. En het bord zal je dus weer niet laten staan. Dit is de GNU Beat Pro. Als jij op zoek bent naar een toch echt wel gevorderde plank, camber met een klein rockertje tussen de bindingen. Als jij op zoek bent naar een plank die wat agressiever aan wil voelen, die backcountry, piste en big air geschikt is, dan is dit een super interessante plank voor jou. We vertellen je graag wat meer over in de winkel, downtown, of even op de site kijken, downtown.nl. De GNU Beat Pro.